для меня очень важно, как для русского человека, может быть, поэтому я люблю русских композиторов. В душе, я считаю себя в душе патриотом. И для меня очень важно произведение русских композиторов. Бедное утро уж смотрит в окошко, плача, тоскуя, любя, ты утомилась. На данный момент я мечтаю спеть Евгения Онегина, Чайковского, потому что, может быть, я чувствую характер Евгения Онегина более лучше, потому что он близок мне, так как я считаю, что я тоже закрытый, как Онегин. Мой характер такой вот более аристократичный, он честный в то же время. И он богат изнутри, он очень чувствительный человек, как и я, в общем. Я участвовал во многих конкурсах и считаю, что для певца это очень важно. Конкурс Елизаветы, он очень знаменитый конкурс, о нем все знают, и я думаю, что каждый бы певец хотел бы поучаствовать в этом конкурсе. Настает такой момент, когда ты хочешь показать все то, что ты умеешь, на более высоком каком-то уровне, чтобы тебя увидели, чтобы тебя заметили. И конкурс Елизаветы — это то самое место, где это можно сделать. Главное — не забыть порядок произведений и позвать на сцену пианиста. En dat is de jury die zijn intrede doet. Die zien we hier nu binnenkomen. Ja, we krijgen dan nog twee liederen van Mahler. Mahler is geliefd hier met zijn orkestliederen. Ja. Jart, die ken je heel goed ook. Ja, ja. Welke liederen zingt u? Wenn mein Schatz Hochzeit macht en ging heute morgens über Feld. Oké, okay, dat zijn de eerste twee uit de lieder eines fahrenden Gesellen. Ja. Met name het tweede lied. Nee, wat zeg je? Ja. Dus ging heute morgens. Ja. Dan heb je dat middendeel. En dat moet heel erg. Dat is vogels. Dat moet vogels zijn. De vorige die dat zong, vond ik iets te zwaar. Ja, het applaus zwelt aan, toch even zeggen. Dat is omdat prinses Astrid en Lorenz de loge komen vullen. Of het is Astrid, denk ik, en een hofdame. Zo, die vogels. Het is morgens bij de veldwandeling. Nou ja, Mahler is kleur, kleur en nog eens kleur. En dat is, dus je moet heel slank kunnen zingen. Dat is wat anders dan licht. Slank. En je moet heel dramatisch kunnen zingen. En in dat lied zitten beide, beide dingen. Ook in Wenn man mein Schatz Hochzeit macht. Oh, het is tijd. Een bijzonder goedenavond. Het is een genoegen u te kunnen begroeten hier in het PSK ter gelegenheid van de Koningin Elisabeth wedstrijd. We zijn inmiddels toe aan de derde finale avond. Hartelijk welkom. Bonsoir et bienvenue à l'avant-dernière soirée du concours international Reine Elisabeth. Goedenavond, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. And ladies and gentlemen, good evening. It is a real pleasure to welcome you in the heart of Europe on the evening before last of this international singing competition. Nous voici arrivés exactement à mi-chemin de ces finales en deux soirs. Nous écouterons encore six lauréats présenter leur répertoire aux membres du jury. Ils seront également accompagnés par l'Orchestre Symphonique de la Monnaie, placé sous la direction de Carlo Rizzi. We hebben gisteren kunnen genieten van de zangkwaliteiten van twee Koreanen en een Belg. Vanavond op het programma twee Russen en een landgenoot. So we will be heading twice to Russia this evening. And in the middle we will make a stop at home to listen to the Belgian baritone Sébastien
Parrot. This is in a nutshell what you may expect this evening. Let's have a more precise look now at what these artists are going to offer us. First on stage is Konstantin Shushakov. Il a 26 ans, il est né à Udmurtia et panachera entre opéra et mélodie. We verdiepen ons eerst in de Italiaanse opera met Questo Amor, de rol van Frank van de opera Edgar, die Puccini schreef in 1889. Een jaar later componeerde Piotr Tchaikovsky Picovaya Dama, oftewel The Dame of Spades. En daaruit horen we Vitak Pichalni, Javas Lublu, een aria van de prins Eletsky, de verloofde van Lisa. Il enchaînera par deux mélodies de Gustav Mahler, Wenn mein Schatz Hochzeit macht en Ging heut morgens übers Feld, ces deux lieder eines fahrenden Gesellen. Et en fin de prestation, il interprétera Rivolgete a lui lo sguardo de Mozart. Voici donc le répertoire de ce lauréat russe que nous allons accueillir dans quelques instants. Since there are recordings going on, I would like to ask you to make sure that your mobiles are switched off. And it is, of course, essential to keep absolute silence. Thank you very much for your comprehension. Voilà, Madame, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et je vous prie d'accueillir Konstantin Shushakov.
Auf die Glocke.
Glocken, Blum am Feld, hat mir lustig gut ein Ding, mit den Glocken klinge, kling, klinge, kling. Hier ein Moventus geschält, hier sieht eine schöne Welt, schöne Welt. Ein Ding, schönes Ding, wie mir doch die Welt gefällt. Heia! Guardo e vedrete come sta. Tutto dice più cielo, più ardo. Idole mio, pietà, pietà. Più ardo, più cielo, più ardo. Idole mio, pietà, pietà. Quel ciglio me volgete e il mio ritroverete tu
quel di quella prodi non sa. Lui per nulla è conto, son di fuoco i miei sospiri, son di bronzo i suoi desideri. Se si parla poi di merito, certi io sono ed egli è certo che gli uguali non si trovano da Vienna al Canada. Se si parla poi di merito, certi io sono ed egli è certo che gli uguali non si trovano da Vienna al Canada, da Vienna al Canada, da Vienna al Canada. Siam due cresi per ricchezza, due narcisi per bellezza, in amari marcantoni, verso noi sarian fuori, verso noi sarian fuori, verso noi sarian fuori. Siam più forti d'un ciclopo, d'un ciclopo. Letterati al par di Esopo, letterati al par di Esopo. Se balliamo, se balliamo, un picne cede, si gentile, snello il piede. Se ne vanno, se ne vanno, ed io ne godo, ed io ne godo, ed io ne godo. Eroine di Costanza, spenti sogni fedeltà. Sì, eroine di Costanza, spenti sogni fedeltà. Spenti sogni fedeltà. Ja, dat is Konstantin Shushakov heeft zijn programma afgewerkt en het is tijd om eens wat meer en dieper kennis te maken met Sébastien Parrot.
Konstantin Shushakov is moe, maar wil ons toch nog even te woord staan. En David Naert doet doorgaans sportverslaggeving. Is misschien een beetje te vergelijken met wat hier in deze wedstrijd gebeurt. Maar kan ook een mondje Russisch en dat is best handig, vind ik. Konstantin Shushakov, proficiat. Het was heel erg knap. Konstantin Shushakov, поздравляю вас. Очень красиво было. Спасибо, спасибо. Ik denk dat dank u wel was. Was je tevreden met het programma dat je kon brengen? Want oorspronkelijk wilde je graag meer Russische muziek brengen, hè? Вы довольны с программой сегодня вечер, потому что первоначально вы хотели русскую программу здесь. Да, возникли некоторые проблемы с нотами для оркестра, и мне пришлось поменять две вещи. Но я их взял из программы той, которую заявлял на конкурсе, так что никаких проблем не возникло. Ja, de bedoeling was inderdaad om meer Russische muziek te brengen, maar de partituren van sommige van de stukken die hij wilde brengen, die raakten hier niet op tijd, zodat het orkest er zich niet kon in inwerken. Dus is het dit programma geworden, maar hij is er absoluut tevreden mee. Ja, en je houdt ook erg van Russische muziek. Je vereenzelvigt je zelfs met Yevgeny Onegin. Hoe zou je nu eigenlijk die typisch Russische ziel omschrijven? Вы очень любите русскую музыку. Вы как Евгений Онегин, вы говорили. Ну, что это такая? Это русская душа. Русская душа, я думаю, отличается от остальных, так скажем, иностранных, тем, что она, по-моему, закрыта. И для того, чтобы открыть эту русскую душу, нужно пройти много ступеней, так скажем. Ja, een Russische ziel valt vaak op doordat ze nogal gesloten overkomt. En hij vertelt dat de Russen ook een zekere tijd nodig hebben in het buitenland om te wennen aan een meer open karakter en zichzelf ook open te stellen. Dus dat typisch geslotene, dat is ook typisch voor de Russische ziel. Je begon met een aria uit Edgar van Giacomo Puccini. Dat is een verhaal dat zich afspeelt in Vlaanderen, wist je dat? Вы начали концерт здесь с арией Эдгара, опера Джакомо Пуччини. Это здесь, в Фландрии, вы знаете? Да, конечно, я знаю, и это придало мне какой-то особый дух, так как если бы я исполнял русскую музыку в России. Ja, uiteraard wist hij dat dat verhaal zich hier afspeelt. En dat is goed ook. Het is net alsof ik Russische muziek bij mij thuis in Rusland zou zingen. Het heeft hetzelfde effect op mij hier. In dit geval. Oké, hartelijk bedankt en nog heel veel succes. Большое спасибо. Желаю вам много успехов. Спасибо вам. Спасибо. Ik denk dat дank u wel was. Dank u wel, David Naert.